Vandaag in de TV draait door hoogtepunten uit de Vlaamse kijkcijferhit Taboe. En hierin zit Philip Geubels een week lang in een vakantiehuis met mensen waar je geen grappen over mag maken, zoals ongeneeslijk zieken. Om daar vervolgens, zoals de titel al aangeeft, toch grappen over te maken. En dat al meteen aan het begin van het programma. Welkom bij Taboe. Een programma over lachen met mensen waar dat je eigenlijk niet mee mocht lachen. Deze week heb ik 5 ongeneeslijk zieke mensen uitgenodigd in mijn vakantiehuis. En samen gaan we onderzoeken of er toekoer iets te lachen valt met ongeneeslijk ziek zijn. 5 schone mensen, 5 pakkende verhalen, 5... Oei, die zijn we kwijt. 4 schone mensen, 4 pakkende verhalen, 4 vrienden voor het leven. Zullen we nog snel beginnen, zeker? Ja, dat is een hit daar, hoor. Aan het eind van de rit treedt Geubels op in een theater vol mensen die eveneens ongeneeslijk ziek zijn. En ook daar blijkt hoe louterend foute grappen kunnen werken. Een zaal vol mensen met een ongeneeslijke ziekte. Ik hoop echt dat jullie allemaal jullie zorgen vanavond even kunnen vergeten. Dat jullie eens goed kunnen lachen. En dat jullie ook het einde van de show mogen meemaken. Maar de week dat ik met jullie ben weg geweest, was voor mij echt een van de meest intense, zware weken van dit programma. Ik had namelijk een vrij zware valling. Ja, maar dat is niet gemakkelijk, hè. Zo van een verstopte neus en wat keelpijn en dan heel een tijd naar de mensen hun problemen moeten luisteren. En denk je dat er is iemand gevraagd, hoe is het eigenlijk met u, Philip? We maken ook kennis met Manon. Ze is na een brommerongeluk halfzijdig verlamd en daar valt echt niet om te lachen. Zou je zeggen. Ik zat op mijn brommer, ik stond stil en een auto heeft me aangereden. En dan ja, heb ik 2,5 weken in de coma gelegen. En ja, heb ik een hemiplegie aan de linkerkant. En wat? Verlamming. Ah, verlamming. Oké. Okay. En dan Manon, die heeft hemiplegie. Dat is een heel moeilijk woord voor niet met een brommer kunnen rijden. Maar nou, haar lichaam is een beetje gelijk België. De ene helft werkt en de andere niet. Hè? Dat is een beetje... Ja. De aflevering met ongeneeslijk zieken maakt toch de meeste indruk. Uiteindelijk zingt Philippe ze zelfs toe. Maar ongeneeslijk ziek zijn is niet alleen zwaar voor de mensen die ziek zijn, ook voor de mensen in hun omgeving. Ik ben zelf ooit eens naar een verjaardagsfeestje geweest van iemand dat ongeneeslijk ziek was. Dat is heel raar. En je weet ook niet goed, wat pak ik mee als cadeau? Je denkt dan, ja, pak ik bloemen mee? Of ineens een krans? Of maar ja, dan kwamen ze met die taart en dan weten, ja, dan gaan we moeten zingen. Hè? Maar ja, wat zien we? La, 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 leven. La, 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 leven. La, 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 leven in memoriam, in memoriam, in memoriam. Riep, riep, riep. Kijk jij met een scherp oog? Tip de TV draait door en deze camera kan van jou zijn.